Man, ik kan aan beginnen, Jesus. Oké. Helemaal de skinker day. Ik wilde om 6 uur beginnen met recorden. En ik had dus nog maar 3 minuten om mijn pistachenootjes op te eten. En weet je hoe kut het is? Om pistachenootjes heel snel te eten. Man. Anyway. We zijn weer terug. Oh ja. Farmen. Dat is waar ook. Even mijn geluid wat zachter zit. Zo. Farmen. Waar waren we gebleven? We moesten... Oh ja, ik zou farmen. En dan zou ik... een groot gedeelte zou ik één video van maken, toch? Tenminste, dat had ik met mezelf afgesproken. Laten we eens kijken of ik nog steeds goed ben. Zo te zien niet. Fucker, ga... Deze guy is beter dan elke gemiddelde speler van Dark Souls. Jesus Christ. Motherfucker. Ik kan natuurlijk altijd de glitch nog gebruiken als ik echt bijna... Oké. Dit gaat niet de goede kant op. Gelukkig heb ik 10 Estus flasks. Ik wil er nog... een paar dingetjes doen voordat ik naar Blighttown ging. Volgens mij. Ik moet nog naar de Undead Asylum. Ik moet nog even denken. Wat moet ik nog meer? Ik kan me niet meer herinneren. Undead Asylum en in ieder geval een goed wapen. Ja, ik heb natuurlijk al de Drake Sword, maar hoe goed is de Drake Sword nog? Dat is de vraag. Ik moet namelijk ook mijn Uchi Katana nog upgraden. What the fuck doet die gast daar? Jullie zien het waarschijnlijk niet, want hij is heel doorzichtig op de recording, maar... Kom maar jongens, hey, excellent form. Oh, perfect. Oh ja, heel goed. Oh, heel goed. Oh shit. Dan ging ik bijna dood. Oké. Dus dat is één run. Een van de meerdere runs. En ik moet nog... Oh, ik weet nog wat ik moet doen. Ten eerste moet ik... Fuck, ik moet ook nog Havel's Ring halen. Dat is zoveel wat ik moet doen. Misschien is het handig om wat endurance te levelen. The joys of playing Dark Souls... Preparing yourself and then dying. Misschien heet het daarom Prepare to Die Edition. Oké. Okay. Ja, daar dacht ik al. Run! Oké, okay, jongens. 1-1, alsjeblieft. Please be gentle. Please. Please. Ah, please. Oké, okay, let op. Ow. Motherfuckers. Laat me healen. Ik ben niet meer zo goed als eerst, heb ik al wel door. Zoals ik al zei, het verschil tussen Dark Souls 2 en Dark Souls 1 is heel erg groot. En daarom word ik overmoedig met spelen. Oh ja, wacht, ik heb genoeg souls om nog een keertje te levelen. Ik ga denk ik heel eventjes de Moonlight Butterfly doodmaken. Zodat ik straks mijn wapen kan upgraden. Yeah. Even kijken, hoeveel is dat? 1000. Perfect. Zo. Ik moet nog steeds echt Havel's Ring halen. Want dat laat je zoveel... Zo makkelijker... even kijken of dit... Fuck man, er is echt iets mis met mijn controller. Ik kan niet de helft van de tijd niet meer schoppen. Oké, doe het weer. Stiekem was ik het gewoon een beetje vergeten. Bop! Bitches! Die! Die!
Okay, dit soort... Even kijken. We moeten purple... Glooming purple moss clumps moeten halen. Blablabla, beware your forest. Dat is goed. We moeten glooming purple moss clumps. Die moeten we hebben, aangezien in Blighttown heb je... ik weet niet eens wat het zijn eigenlijk. Het zijn een soort... ja, jezus. Een soort indianen. En die, die schieten met hun pijltjes schieten ze je. En dan ben je toxic. En het is niet leuk om toxic te zijn. Of toxin, of whatever. Fucker. Auw. Auw. Auw, 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 auw. Please be gentle. Please. Ik moet eerst deze fucking dood maken. Voordat ik die grote dood ga maken. Dankjewel en see you in fucking hell, bitch. Oké, dit gaat nog redelijk gesmeerd. Ik heb pas één Estus Flask verbruikt. Purple Moss Clamp. Oh ja, dit is de Elite Knight set. Dat is waar ook. Ik was het helemaal vergeten. Bitch! Nog een keer. Bitch! Oké. Nu kan ik jou doodmaken. Dat is echt Psycho Pete trouwens. Die R2 of de RT. Afhankelijk van welke controle je speelt. Van de Drake soort. Die is echt niet normaal overpowered. Bitch. There we go. Kijk, blooming. Ah, bitch. Ik heb die heel erg hard nodig, die glooming purple moss clumps. Het is echt geen pretje. Ik heb echt minimaal wel 10 van die dingen nodig. Oké, dat is heel dom van je. Nu ben je er geweest. Toedaloo. Even kijken, hier is als het goed is ook nog een wapen in de buurt. Die. Wapen? Nog wel zo'n fucker. Oh ja, we hadden de stone set ook opgepakt, hè? Dat is waar ook. Dat is waar ook. Daarom moesten we Havel's Ring halen. Ah, ik weet het alweer. Maar we gaan eventjes kijken of de Elite Knight set een stukje beter is. Hij is zwaarder. Fat Rollick? Ja. Helaas. Oké, dan moeten we die de oude shit maar weer aan. Fat Rollick zo? Nee, beter. Beter, 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 beter. Kijk, hier ergens is een ingang in de muur, volgens mij. Huh? Is dit? Yay! Die, bitch. En Parmezaanse kaas. Ho. Nee, de partisan, dat is niet echt mijn wapen. Om maar zo te stellen. Eigenlijk is het gewoon een kutwapen. Ik vind het gewoon een kutwapen klaar. Kijk, we gaan de goede kant op. Oké, nu gaan we naar de Moonlight Butterfly. Moonlight Butterfly. Want hier is als het goed is ook een ember die ik wel kan gebruiken. En een fuck ton of souls natuurlijk. Is altijd mooi meegenomen. Try rolling. Oh, praise the sun. En hier is de Moonlight Butterfly. Is niet een majestic creature. Een prachtig beest. Als het me aan gaat vallen. Dankjewel. I guess. Doe je coole aanval. Ja, die ja. Die kan ik namelijk makkelijk dodgen. Blitz. Waar ga je heen? Gek beest. Ik vond het wel grappig hoe ze deze boss hebben ontworpen. Oef. Hebben ontworpen. Echt zo, oké. Oké. We nemen dus een vlinder. Ja.
En die laat hem magie schieten. Ja. En volgens als hij klaar is met al zijn gedoe, dan gaat hij naar voren om geraakt te worden. Zullen we zo zien wat ik bedoel. Het is echt de domste boss ooit. Auw. Ik heb mijn schild niet omhoog. Kijk, nu. Bap, 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 bap. Oké, rennen, 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 rennen. En we gaan weer door met het rolspelletje. En dit doen we zo ongeveer tot hij dood is. Auw. Doet wel fucking veel damage op zich met zo'n, met die snelle attack. Die is echt ontiegelijk makkelijk om te dodgen. Come here. Come here. Come here. I want to slap you in the face. Ow. Ow. Come here, bitch. Come here. Weet je, het kutte is... Oh ja, ik kan hem natuurlijk ook schieten. Oh, dat was... Dat was echt het domste wat ik ooit had kunnen doen. Waarom deed ik dat? Ik snap niet waarom ik dat heb gedaan. Precies op het verkeerde moment. Echt precies op het verkeerde moment. Oké, als ik eraan denk, dan skip ik wel tot we weer bij de boss zijn. En zo niet, dan praat ik nu gewoon lekker door. Want het zou ook hartstikke awkward zijn. Oh ja, ik kan het schut even deze guys doodmaken. Nu we er toch zijn, toch? Bap! En die. Hier ren ik maar lekker doorheen. Aangezien ik mijn souls wil. Hier binnen door. En hier langs. Yeah. Goodbye. Oké, we zijn er alweer. No stress.